In diverse buurten blijkt er nog steeds sprake te zijn van een lage waterdruk, liet NDP-parlementariër Melvin Bouva gisteren weten in de Nationale Assemblée. Bouva gaf aan dat vele burgers nog steeds zonder water zitten. Dit probleem, dat eerder breed is besproken in DNA en waarover wat toezeggingen zijn gedaan door de regering, moet toch opnieuw aandacht krijgen volgens het DNA-lid. Er is ruim 7 miljoen beloofd. Ik weet niet wat de positie daarvan is, de status daarvan. Maar het blijkt nog een behoorlijk lage waterdruk in verschillende gebieden. Ik weet van Paramaribo Noord, ik weet van andere delen in Paramaribo. Maar onlangs hebben ook bewoners van Wanica mij benaderd, voorzitter. Altona, de omgeving daar bij het Wanica ziekenhuis. Ik vraag daar echt aandacht voor, voorzitter. We gaan de feestdagen tegemoet. Het is niet prettig om op een dergelijke manier mee om te gaan. Sommige mensen baden niet thuis of baden soms zelf niet. Ik denk niet dat dat iets is wat we kunnen hebben. Men moet ruim 700 tot 1300 per week betalen, voorzitter, om particulier water te brengen naar huis. En men gaat het water hier kopen voor een habbekras bij de SWM, vult het in een geweldig grote tank, komt terug en verkoopt het voor zoveel maar meer aan de mensen, voorzitter. Ik geloof dat dat niet kan. Bouva vraagt een dringende aanpak van de waterproblematiek in het land. Eind oktober liet de regering weten dat de waterproblematiek hoge prioriteit geniet op haar agenda. Er is 7 miljoen Amerikaanse dollar goedgekeurd ter ondersteuning van de SWM om dringende maatregelen te treffen om deze kwestie op te lossen. Bouva kijkt uit naar de vorderingen.